Goedemiddag, dit is het weerschinaal van vrijdag 28 september 2018. Vannacht is een koufront over ons land getrokken, en dat ligt nu inmiddels al ten zuiden van ons land. Achter dat koufront aan klaarden het op, maar kwamen ook vanaf de Noordzee een aantal buien onze kant op. Momenteel bevindt zich boven de Britse eilanden een hoge drukgebied. En dat hoge drukgebied gaat ervoor zorgen dat hogerop de lucht flink op gaat warmen, waardoor uiteindelijk de buien af zullen gaan nemen en het vanavond breed gaat opklaren. Voordat ik eerst naar onze omgeving ga kijken, neem ik even een uitstapje naar Zuid-Europa want boven de Middellandse Zee woedt momenteel een behoorlijk pittige storm. We kunnen zelfs spreken van een subtropische storm, want de windsnelheden liggen nog niet op orkaankracht, maar wel dichtbij. Momenteel windsnelheden tot windkracht 10 en soms zelfs eventjes windkracht 11 zijn al gemeten. En met name Griekenland krijgt morgen te maken met deze storm. De storm die heet Zorbas en zal uiteindelijk richting het noordoosten gaan trekken via Griekenland en dan uiteindelijk de zee richting het noordwesten van Turkije. Dat is goed te zien als ik alles in animatie zet. Veel regen gaat erbij gepaard en naast veel regen dus ook heel veel wind. Met in delen van Griekenland mogelijk morgen dus windsnelheden van orkaankracht. Nou, mocht dat gebeuren dan is er zelfs sprake van een heuse medicain. En dat is een subtropische storm op de Middellandse zee van orkaankracht. Dit is iets dat we nou lettend in de gaten houden. En op onze website wordt er ook het een en ander aan aandacht aan besteed. Dan weer eventjes terug naar onze omgeving. In de modelverwachting is te zien dat een gebied met bewolking en af en toe wat lichte neerslag, dus ook een aantal buien over ons land trekt, dat het dan vanavond en vannacht opklaart, maar dat we ook morgen weer met wolkenvelden te maken gaan krijgen. In die opklaringen vannacht kan het toch flink afkoelen, met landinwaarts temperaturen tot dicht bij het vriespunt en op veel plaatsen vorstende grond. Hetzelfde gaat in de nacht naar zondag gebeuren, met ook dan lokaal lage temperaturen en op veel plaatsen vorstende grond. Zondag komt er alweer een storing dichterbij. Die zien we hier alweer klaar liggen op de Noordzee. En die storing die zal ervoor zorgen dat we met name vanaf maandag in de koude lucht zitten met flink wat buien. Vanavond dus brede opklaringen. Landinwaarts daalt het kwik alweer naar 8 tot 10 graden. En er waait een zwakke tot matige noordenwind. Aan zee komen nog wat wolkenvelden voor. En heel misschien dat in het noordwesten nog een enkele bui valt. Maar daar zal het dan uiteindelijk ook wel bij blijven. Vannacht, dan is het uiteindelijk koud op de meeste plaatsen. Op sommige plaatsen ontstaat wat lage bewolking, of kan ook mist ontstaan. Maar bij temperaturen rond 1 graden in het binnenland gaat het uiteraard ook aan de grond vriezen. En dat betekent dat de vorstgevoelige plantjes uiteindelijk het niet zullen gaan redden. De nachten worden langer en ook flink kouder, en heel misschien dat op een enkele plek op neushoogte zelfs tot vorst komt. Morgen start dan lokaal met een mistbank, maar uiteindelijk zal het in de ochtend een aantal uren helder zijn. Uiteindelijk ontstaan er verspreid stapelwolken, maar het blijft droog. En de temperaturen zijn wel ietsjes aan de lagere kant voor de tijd van het jaar met 15 of 16 graden. Het hoge drukgebied ligt boven ons land, dus de wind is meestal zwak tot matig en is variabel wat de richting betreft. Zondag lijkt dan ook grotendeels droog te gaan verlopen. In de loop van de dag neemt weliswaar de bewolking toe, maar tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur dan iets hoger, 16 of 17 graden en ook dan niet al te veel wind. Maandag dan flink wat buien als het koufront eenmaal is gepasseerd. Tussen de buien door af en toe wel wat zon, maar bij temperaturen van 11 tot 14 graden is het dan uiteindelijk wel bekeken. Daarnaast waait er een behoorlijk stevige noordwestenwind. Dinsdag dan liggen de temperaturen weer wat hoger, maar zien we veel bewolking en af en toe wat lichte regen of motregen en dat ook allemaal bij met name aan zee en stevige wind. Op de lange termijn ja, dan verandert er eigenlijk niet heel veel aan de verwachting. De temperatuur overdag blijft tussen de 15 en de 17 graden schommelen. Maar de nachten die worden wel een stukje minder koud. Op de lange termijn zijn er wel berekeningen die in de buurt van 20 graden komen. Maar dat is allemaal nog ver weg en zeer onzeker. Dus al met al, het warme weer van de afgelopen periode zullen we steeds minder vaak gaan terugzien. En dat hoort overigens ook bij deze tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.